Hoe saai zou het leven niet zijn als iedereen hetzelfde was? Hoe saai zou het journaal niet zijn als iedereen hetzelfde las? Weer een bonobo geboren. Weer een bonobo-aapje geboren. In Monaco. Is gewonnen door Monaco. In het centrum van de Corsicaanse hoofdplaats Ajaccio. In de hoofdstad Ajaccio. Winterspelen in Nagano. In het Japanse Nagano. Verspreid als een archipel over de stad. Voor een katamaran, één katamaran. Anna Kournikova. Anna Kournikova. De zangeres Petra. De zangeres Petra. Prachtig. Creatief met klemtonen. Guy, zet de zaak in gang. Volksgezondheid deelt mede dat het verorberen van mosselen kan leiden tot het moeten amputeren van diverse ledematen. Ja, zelfs tot het kreveren en vroegtijdig kremeren. Niet riskeren dus. Volgens de minister van Defensie zullen de Europese landen op de Irakese zenuwenoorlog reageren door hun infanterie te bevelen te participeren aan de operatie Desertstorm. Met geweren, met bajoneten, granaten, kanonnen, ja zelfs kruisraketen en het massale bombarderen van de hele Reutemeteut zal de regering een verandering van het Irakese regime nastreven om zo de kamele kakkers tot vrede te bekeren. In de duivenmarathon van Barcelona ging de ZG naar een blauwege schelptee uit Lendelede. Zijn vreugdekreten verstomden toen in zijn urine sporen van amfetamines werden ontdekt. Zijn poten werden afgehakt. Het weer. Vanuit Venetië, Genève en de Azeren bereikt ons via de zeengte van Athene lichte motregen. Goed weer voor schossene rentelers. Dit was het Journaal. Bedankt voor het kijken.